Ze vielen gisteren om als domino-steentjes. Grote vrachtwagencombinaties verloren het van de keiharde wind. Hadden deze chauffeurs wel de weg opgemoeten? Wij peilden de stemming langs de A37 bij de grens met Duitsland. Also danach fragt uns nie einer, wir fahren immer. Ob bei Regen, Sturm oder Glatteis, wir fahren grundsätzlich. Wir werden morgens nicht gefragt, wie das Wetter ist oder wie die Straßen sind, sondern uns wird gesagt, ihr müsst fahren. Als chauffeur ben je wel een beetje verantwoordelijk. Je weet wel wat je wel en niet kan, lijkt mij. Als je zo licht bent en je ziet dat er zoveel wind is, en ja, dan... Is het verstandiger om aan de kant te blijven? Dan zal ik hem aan de kant zetten, ja. Bij verzekeraar TVM in Hoogeveen kwamen gisteren 15 schademeldingen binnen. In 7 gevallen ging het om omgevallen vrachtwagens. Toch zegt de verzekeraar niet dat je niet meer de weg op mag bij code rood. Het is vooral een kwestie van gezond verstand gebruiken natuurlijk. De chauffeurs hebben daarbij een belangrijke verantwoordelijkheid, ook de ondernemers. En wat wij toch wel zien is dat over het algemeen de chauffeurs en de ondernemingen die bij ons verzekerd zijn, dat die daar toch wel heel verantwoordelijk mee omgaan. Ja, nun, wir sind ja Berufsfahrer und wie gesagt, wir müssen ja alles beliefern. Wenn ich jetzt morgens im Bett bleibe nach dem Motto, das ist mir zu gefährlich, dann bin ich meinen Job los. Dus wel gewoon de weg op, ook bij code rood. Maar krijg je dan ook schade vergoed als het wel misgaat? Bij TVM kijken ze naar de voorwaarden. Bij roekeloos gedrag wordt er bijvoorbeeld niet uitgekeerd. Ja, het is gewoon niet heel verstandig om met een lege oplegger bij code rood over de afsluitdijk te gaan rijden. Maar daar wordt wel naar gekeken. Alleen dan moet je moet de situatie stuk voor stuk beoordelen natuurlijk. Maar het is zeker niet zo dat we niet gaan uitkeren. Alleen we kijken wel naar de toedracht.